Hey jongens, vandaag is even een andere vlog. Het is een surprise vlog voor jullie allemaal. En ik heb vandaag dus afgesproken met de twee oude bandleden waarmee ik vroeger in de band zat. Volgens mij kennen jullie hem nog, Dennis Esveld en Sirion Willems. En ze zouden hier ergens moeten zijn. En het zou kunnen zijn dat hij aan het spelen is. Maar hoe is het met jullie? Ik heb jullie sinds Los Angeles niet meer gezien. Oké, daar is hij. Goede bril. Hij is echt vet, man. Hey, en sinds kort ben ik echt een enorme fan. Echt gewoon een fanboy. Maar dan? Van Kensington. Kensington? Ja, dat is een fucking goede bed, joh. Ja. Ik weet het niet, maar dit is echt wel een verschil tussen camera's. Niet normaal. Ik voel me ondergewaardeerd hier. Ik vind Shirley een beetje. Nee. Ja. Nee? Ja. Ah, ik kan dit zeggen. Zakken verloren. De challenge voor vandaag is dat ik zoveel mogelijk random ass selfies moet gaan maken met onbekenden. Dus daar ga ik beginnen. Er is dus een app dat Speech Jammer heet en dat is enorm irritant om, gelijk te gaan praten terwijl dat ding aanstaat. Het schijnt dat Sirion nu gaat beginnen en we hebben een leuk onderwerp gevonden en dat is chlamydia. Chlamydia, meestal afgekort tot chlamydia, is een van de meest algemene seksueel overdraagbare aandoeningen. Zo in 30% van de gevallen geen symptomen. Een verandering in het vaginale flora kan een aanwijzing zijn de pH-waarde in de vagina boord tussen de 3,8 en de 4,5 liggen. Eileider, champagne. Ja, dat is wel heel erg apart. Dennis weet nog niet wat het onderwerp is. Oké. Nou hoor. Thomas de Stoomlocomotief is een populair televisieprogramma van Brit Outcast voor Peutjes. Hard lezen. De serie is gebaseerd op woorden. De populariteit van Thomas de Stoomlocomotief heeft veel uw stoomtreinmaatschappij. Hoe doe je dat? Gewoon doorlezen. Oké, check. Nu is het de beurt aan Michel om te proberen wat Sirion en ik net gedaan hebben. Ik heb wat opgezocht en ik ben ook in leiding van de film. Ik heb het volgende opgezocht. Vanaf hier gaat Michel lezen. Oké, Michel, zet je fucking walk the walk neer. Is beharing op de schaats. Dat vanaf de puberteit. Harder. En het begin van deze haargroei, puberage, kan in leeftijd verschillen van erg lijken op qua structuur en kleur op de wenkbrauwen. En minder op het haar. Dat is al moeilijk om te praten, laat staan om te lezen. Ik kan dat niet. Oké, dat was dus Michel op de fucking Speech Jam app die alle fucking spraak die jij zegt gewoon vertraagt en opnieuw op je koptelefoon zet. Waardoor je dus jezelf hoort praten terwijl jij bezig bent met een nieuwe zin wat dus heel warrig is. Dus dat is best wel episch. Check hem uit. Ik dus net een filmpje hebben opgenomen. Ik denk dat mijn filmpje eerder online komt dan, dan de filmpje die Sirion heeft. It's a rap! Yep. Het schijnt te zijn dat ik het nog kan. It's my board. It's my board to fucking with. It's my board. And once again! En dat is denk ik zo ongeveer het einde van de vlog. Dennis wil even Charles zeggen. Tell us with your chest out, kind of host.